stap voor stap in de richting waar ik heen wil. Ik voel me vrij. Ik ben vrij. Ieder mens beweegt op zijn eigen manier. Dit is mijn manier. De route die ik kies is meestal niet iemands eerste keuze. Ik overwin de obstakels die anderen liever vermijden. Juist die obstakels brengen mij verder. Verder, waar ik ook ben. Ik ben continu aan het bedenken hoe ik de obstakels op mijn pad kan overwinnen. Ik blijf mijn pad volgen. Het is je eigen pad, die jij bewandelt. Mijn hele leven is een training. Hoe ik mezelf kan verbeteren. Concentratie, kracht, balans. Het zijn belangrijke punten. Wil je jouw pad op een veilige manier bewandelen? Ik kijk anders naar dagelijkse voorwerpen en gebruik ze anders. Ik zie mijn obstakels niet als een doel, maar een middel. Een middel om ergens te komen en mijn pad te vervolgen. Bij elke nieuwe hindernis op mijn pad zie ik de mogelijkheden voor me. Ik kijk wat ik kan. Ik weet wat ik kan. Ik ben zeker van mijn sprong. Ik kan het. Het is voor mij niet moeilijk om op plaatsen te komen die voor anderen afgeschermd zijn. Je past jezelf aan, aan je omgeving. Waar dan ook. Hoe dan ook. Keer op keer herhalen en blijven oefenen, zodat je alles wat in de puntjes hebt uitgewerkt. Controle op je bewegingen, je acties, je leven, dat is wat je wilt. Zelfs als er iets fout gaat, leer je ervan. Je leert van je fouten. En ziet soms daardoor juist nieuwe mogelijkheden. Training heb je ook je momenten van rust nodig, zodat je je fysiek, maar ook mentaal kan opladen. Je bent niet alleen je eigen voorbeeld, maar ook je eigen leerling, je eigen leraar. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en juist daarom ontwikkelt iedereen zijn eigen stijl. De een vordert sneller dan de ander, maar dat maakt in principe niet uit. Want je traint voor jezelf en er is geen competitiedrang. En omdat je voor jezelf traint, moet je weten waar je grenzen liggen. Die liggen bij ieder persoon weer ergens anders. Beetje bij beetje bouw je grens uit en heb je een goed overzicht over je kunnen. Dit is de manier waarop ik train. En de manier waarop ik mijn pad vervolg. Ja, freerunnen. Enkel in beweging.
Of is het meer dan dat? Bewegen, is dit raar? Is dit niet juist wat we allemaal doen?